verlossende woord is er. Op 21 maart is het kersenbloesemfeest in de regenboogbuurt in Almere Buiten. En aan de telefoon Diana van Diepen van de organisatie. Goedemiddag, Diana. Goedemiddag, Godeke. Ja, wanneer hebben jullie besloten dat 21 maart toch echt de dag is? Gisteren. Ja? Wat is de aanleiding? De knopjes zijn goed uitgekomen al? Ja, de knopjes zijn goed uitgekomen. We hebben even contact gehad met Robert Vries van Omroep Flevoland daarover. We hebben ook even gekeken naar de weersverwachting, de regenkans. Nou ja, je moet alles tegen elkaar afwegen. En dan uiteindelijk, dit is hem, hè, 21 maart. Ja, want we hebben het er bijna een maand geleden in de uitzending alles over gehad. Toen ging het er al over dat het allemaal heel spannend zou worden vanwege gunstige weersomstandigheden, hè, voor een vroeg bloesemfeest. We hebben natuurlijk een hele zachte winter gehad. Is het inderdaad vroeger uiteindelijk dan vorig jaar? Ja, vorig jaar was het op 30 maart. Ja. En 2 jaar geleden bloeide de bloesem op zijn hoogtepunt half april ongeveer. Dus het is bijna een hele maand vroeger dan 2 jaar geleden. En als het dan vroeger is, houden jullie daar met de activiteiten ook rekening mee? Want het is dan natuurlijk wat eerder in het seizoen, misschien wat kouder ook. Nou, daar hadden we eigenlijk geen enkele rekening mee. Dat klinkt heel bijzonder. Maar wij denken, als je buiten zit, je picknickt onder de bloesem. Nou, dat is gewoon de essentie van het feest. En dan is het iets kouder. Nou, dan neem je zelf een kleedje mee of een dekentje. En dan heb je het toch warm. Ja, Diana, waar kunnen mensen nou het programma vinden? We hebben een Facebookpagina aangemaakt, Kersenbloesemfeest Almere. Daar wordt, als het goed is, vandaag het evenement aangemaakt. En dan zo langzamerhand in de loop van de week komen alle programma-onderdelen die komen naar voren. Wat er is en wanneer het precies is en waar het is. Ja, dan nog even iets heel anders. Museum Het Schip in Amsterdam heeft tot en met 18 oktober de tentoonstelling Bruno Taut, de fantasie voorbij. En bezoekers maken dan kennis met de kleurrijke wereld van deze architect. Hij is heel invloedrijk. Hij heeft 4 wijken maar liefst die ontworpen die nu op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan. Ja, een van de wijken is ook een inspiratie geweest voor de regenboogbuurt in Almere. Want dat is eenzelfde soort kleurrijke wijk. Nu hebben jullie in het kader van die tentoonstelling in Amsterdam zaterdag ook een activiteit. Wat staat er te gebeuren? Ja, de activiteiten zijn zondag. Elke derde zondag van de maand doen we een thema-rondleiding. Ontdek de invloed van Bruno Taut in de regenboogbuurt. Je ziet inderdaad tussen de wijken in Berlijn die hij gemaakt heeft en de regenboogbuurt zie je heel veel overeenkomsten. Bruno Taut was al lang overleden toen de regenboogbuurt gemaakt werd. Maar zijn kleuren, zoals hij die in Berlijn heeft gebruikt, die zijn de inspiratiebron geweest voor deze buurt. En hij heeft ook een deel van zijn leven in Japan gewoond en gewerkt. Daar heeft hij ook het kersenbloesemfeest meegemaakt. Dat heeft hij ook geschilderd en daar heeft hij ook over geschreven. Dus ook via de Japanse sierkersen is er weer een connectie tussen de regenboogbuurt en Bruno Taut. Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, ga de 21ste dan naar het kersenbloesemfeest en de 22ste mee met zo'n rondleiding? Dat is de 15e al. Oh, de 15e. Aanstaande zondag. Ja, maar derde. Ja, de derde zondag zeg je, ja, inderdaad. Ja. Ja. Waar kunnen mensen zich opgeven voor die rondleiding? Dat kan via de website regenboogbuurt.nl en dan /rondleiding. Daar staat ook het startpunt. Er zijn kleine kosten zijn eraan verbonden. En dan kun je opgeven voor een datum naar keuze. Want we doen dit het hele jaar door, elke derde zondag van de maand. Dankjewel, Diana van Diepen.